Labra, we doen ook nog een afsluitend filmpje. Want los van het feit dat jij heel veel over de boeken weet en noem maar op. Je, zoals je al zei, je bent ook van de HZ. En deze kenniskast die gaat verhuizen naar de HZ binnenkort. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, deze hele kenniskast over gedeeld verleden staat vanaf 7 november in de HZ. We hebben een lezing van Dwight van de Vijver over het slavernijverleden, het gedeeld verleden. En voor iedereen die dit onderwerp interessant vindt, belangrijk, die zich er meer in wil verdiepen, hebben we strakjes deze hele kenniskast op de HZ staan. En dan zijn het dus boeken echt over het slavernijverleden, ook van Zeeland, maar ook heel erg over racisme nu. Wat is het? Wat kun je eraan doen? Wat kunnen we er met z'n allen aan doen? Dus het staat echt vol met interessante dingen om te lezen voor iedereen die zich wil verdiepen. Dus de kast, want de kast eigenlijk lijkt nu wat leeg, maar heel veel boeken liggen nu aan de andere kant. Ja. Dus het is een flinke collectie ook wel. Maar nu is dan ook de vraag, is de HZ is die ook toegankelijk voor het publiek of is dat alleen voor studenten bedoeld? In principe is natuurlijk de HZ-mediatheek ook voor de HZ-studenten. Maar ik weet zeker als mensen geïnteresseerd zijn hierin dat ze even contact op kunnen nemen. En best ook even mogen komen kijken in die kenniskast. En het zijn natuurlijk boeken die van de ZB zijn en door de ZB aan iedereen uit te lenen. Precies, ja. Ja, er zijn sowieso veel overlappen in de collectie en uitwisselen zaken, ja. Toch? Ja. Ja. En de lezing, is die vrij toegankelijk of is dat? Ja. Het is voor iedereen toegankelijk. Het past ook heel erg bij de HZ, want we zijn ook onderdeel van het antidiscriminatiebureau steunen. We steunen ook heel erg het idee van inclusie. Iedereen moet zich welkom voelen in Zeeland. We willen ook echt stelling nemen tegen bijvoorbeeld racisme. En dan past dit er ook bij, de mogelijkheid om je erin te verdiepen van Precies, de wortels ervan, wat zie je vandaag de dag, wat kun je zelf doen? De HZ zelf, hoeveel nationaliteiten hebben jullie, weet je dat uit je hoofd? Nou, we hebben nu, de nieuwe lichting is 48 landen, weet ik uit mijn hoofd. Dus ik denk dat we echt ver boven de 60 misschien wel zitten. Qua diversiteit zit het wel snorren in Vlissingen. Zeker, ja. maar Edwin, echt, ik hoor toch nog veel te vaak van zwarte studenten die in de supermarkt dan opeens hun tas open moeten maken en witte studenten die dat nog nooit hebben meegemaakt. Dus diversiteit is er wel, maar is er ook echt kansengelijkheid? Ja. Ik denk dat daar ook nog wel een klus ligt voor ons allemaal. Afrika, onder.